welkom bij dit gesprek over mantelzorg. Fijn dat u daar tijd voor heeft. Ik heb enkele vragen aan u, met natuurlijk als eerste. Wat heeft u zelf met het onderwerp mantelzorg? Nou, heel veel. Ik heb hiervoor 15 jaar voor een ouderenorganisatie gewerkt. Dus dan ben je natuurlijk heel druk met het onderwerp mantelzorg. Ik ben zelf ook mantelzorger geweest. En ik heb besloten om samen te gaan wonen met mijn moeder. Die is longpatiënt. Voordat, ja, het geval als zij ziek wordt, dat ik ook op een makkelijke manier zeg maar haar mantelzorger kan zijn. Mooi, heel veel ervaring dus. En eigenlijk uw partij heeft dat het afgelopen jaar in bijna alle kamerdebatten ook laten zien. Eigenlijk alle debatten die gingen over corona heeft uw partij aandacht gevraagd voor de positie van mantelzorgers. Waarom vond u dat zo belangrijk en wat heeft uw partij betekend voor mantelzorgers de afgelopen 4 jaar? Nou, mantelzorgers zijn ongelooflijk belangrijk om de zorg in Nederland echt in de benen te houden. We hebben veel te weinig personeel en we willen ook allemaal dat mensen langer thuis blijven wonen. Dat willen mensen gelukkig zelf ook wel, maar dat betekent dat je wel dan hele goede mantelzorg nodig hebt. En ik vind mantelzorgers echt fantastisch. Mensen, dag in dag uit zijn ze bezig om degene waar ze van houden, zeg maar, te ondersteunen. Heel erg bescheiden en vragen eigenlijk nooit iets voor zichzelf. Dus ik vind ook, zeker met corona, maar ook daarvoor en ook daarna weer, dat we gewoon extra aandacht moeten hebben voor die mantelzorgers. Er is veel te weinig waardering voor. En we hebben natuurlijk jaarlijks het mantelzorgcompliment, maar nou ja, dat is bij lange na niet genoeg. Dus ik ben ook echt heel trots op mijn collega's in de Tweede Kamer, dat zij zoveel voor elkaar hebben gekregen. Precies. En u zegt ook, die ondersteuning is zo belangrijk. En als we kijken naar uw verkiezingsprogramma, wat u van plan bent de komende 4 jaar, zegt u ook, 50PLUS is tegen verdere bezuinigingen op zorg en ondersteuning thuis. Want dat is volgens uw partij de beste steun in de rug om mantelzorg vol te kunnen houden. Ja. Hoe wilt u dat voor elkaar gaan krijgen de komende 4 jaar? Nou, allereerst hebben mijn collega's al heel veel voor elkaar gekregen. Want die hebben in december een amendement ingediend. En dat is ook aangenomen. Waarin 10 miljoen extra beschikbaar komt voor mantelzorgers. Waarin er bijvoorbeeld een mantelzorgpaspoort komt. Waarbij mantelzorgers niet de hele tijd maar hoeven te bewijzen dat ze mantelzorger zijn. Om overal van allerlei zaken gebruik te kunnen maken. Ontmoetingscentra komen er. En er wordt ook extra aandacht besteed. Bijvoorbeeld aan een portaal met ondersteuning. Maar ook bijvoorbeeld aan lotgenotencontact. Wat heel erg belangrijk is. En wij willen, gaan natuurlijk monitoren dat dat uitgevoerd gaat worden. En daarbij denken we dat het heel belangrijk is dat we eens gaan kijken naar de feiten en de cijfers. Mantelzorgers besparen de zorg ongelooflijk, maar er wordt maar heel weinig in hen geïnvesteerd. En ik vind echt dat dat beter moet, omdat als de zorg dichtbij wordt georganiseerd, dat het ook voor mantelzorgers prettiger is om zeg maar, in de benen te kunnen blijven. En daarbij vinden we het heel erg belangrijk om te investeren bijvoorbeeld in nog meer respijtzorg. Heel mooi, een pilot is er geweest. Die dat ging over logeerhuizen. En logeerhuizen waren ontzettend, het is een mooie pilot. Ik hoop ook dat dat uitgerold gaat worden. Daarbij kunnen zeg maar mantelzorgers hun partner of degene waarvoor ze zorgen structureel bijvoorbeeld 1 of 2 nachtjes en dagen per week brengen. Want een mantelzorger is niet alleen overdag mantelzorger, maar is ook vaak 's nachts mantelzorger. Vaak als mensen gaan dwalen bijvoorbeeld, dan gebeurt dat 's nachts. Dus als mantelzorger is het heel belangrijk dat je ook 's nachts even op adem kan komen. Dus wij gaan er verder voor zorgen dat ook die logeerhuizen er landelijk komen. En de respijtzorg verder verbreed en uitgebreid wordt. Mooie en belangrijke initiatieven. En u zegt ook, ook wonen, zorg dichtbij waar je woont. In uw verkiezingsprogramma schrijft u daar ook over dat u voorstander bent van uitbreiding van het aanbod woon-zorgcombinaties. Kunt u daar nog verder op ingaan? Waarom is dat belangrijk en hoe moet ook dat vorm krijgen? Ja, nou ja, ik roep al 15 jaar dat er gewoon veel meer passende woonvormen moeten komen voor ouderen. En de verzorgingshuizen die zijn er natuurlijk niet meer. Mensen willen daar ook eigenlijk niet meer wonen. Dat was vrij geïnstitutionaliseerd. Maar wat je wel ziet, is dat er een grote behoefte is aan kleinschalige woonzorgcentra. Waarbij je en als mantelzorger met je partner fijn kunt wonen. Waarbij de zorg dichtbij is. En waarbij ook allerlei sociale activiteiten, lotgenotencontacten dichtbij georganiseerd kunnen worden. Nou, er is een ongelooflijke behoefte aan. Moet er ook echt komen. En dat is niet alleen maar voor mantelzorgers belangrijk, maar zorg bijvoorbeeld ook voor doorstroom op de woningmarkt, wat op dit moment ook een groot probleem is. Uw partij heeft veel plannen, dat laat dit korte gesprek al zien. Wat zou u tot slot nog mee willen geven aan de mantelzorgers in Nederland? Ja, wees minder bescheiden. Mantelzorger vind ik bijna echt een eretitel.
Mensen, als je mantelzorger bent, doe je zo ongelooflijk veel voor een ander en beteken je zoveel. En dat betekent dat je ook best voor jezelf mag opkomen en jezelf mag laten zien en ervoor mag zorgen dat ook voor jou gezorgd wordt. Kijk, hele mooie oproep. Dank je wel voor dit gesprek en succes met de campagne. Dank je wel. Thank you.